vast. Dat gaat over enkele minuten weer uit. Echter, wij adviseren u om tijdens de vlucht uw stoelenbosjes gesloten te laten. En wees u voorzichtig bij het openen van de bagagebakken, want de bagage kan zijn verschoven en eruit vallen. Aan boord van deze mooie 737 zijn 3 toiletten. 1 links voor en 2 geheel achter in de cabine. Deze 3 toiletten zijn uitgerust met rookmelders. Nogmaals, roken aan boord, dat is niet toegestaan. En wens u gebruik te maken van het toilet voor in de cabine, dan wordt u vriendelijk verzocht te wachten in het gangpad ter hoogte van rij nummer 2 bij een bezet toilet. Hartelijk dank. Welkom terug in Nederland. Dit is de luchthaven van Groningen. Blijft u nog even zitten met uw stoelriem gesloten tot het vliegtuig volledig tot stilstand is gekomen en het dekenriem alvast boven uw hoofd is uitgedaan. Wees u voorzichtig bij het openen van de bagagebakken. Handbagage kan zijn verschoven en eruit vallen. Wij nemen afscheid van de passagiers met eindbestemming Groningen. Kijkt u voordat u het vliegtuig verlaat nog even een stoelzak voor u en om u heen, dat u geen persoonlijke bezittingen bij ons achterlaat. We wensen u een welthuis en we hopen u in de toekomst nog een keertje te mogen begroeten op boord van een van onze machines. Namens Transavia, gezagvoerder Keel en bemanning, hartelijk dank en wel thuis. Voor de passagiers die doorvliegen naar Eindhoven, wilt u alstublieft blijven zitten tot op nadere informatie volgt. Dank u.